Wat een godvergeten aandachtstrekkers zijn dat. Dat is toch wel de absolute limit. En dan al die klachten van dat verwende zootje. Hè? Wat een stel eikels, aandachtstrekkers. Hè? Wat een miserabel gedrag. Het Verlossum, kunt u mij horen? Eén handschoen. Je hebt maar één handschoen. Die kun je in ieder geval dan aandoen in de hand waar je die hele koude microfoon me vasthoudt. Ja. Voor mensen die nog kaartjes willen voor de live podcast. We hebben er nog een paar in de aanbieding. We hebben het linkje even in de show notes gezet. Dus als je erbij wil zijn. We zien je heel graag dinsdag aanstaande in Utrecht om 8:00. Dan gaan we beginnen. Handschoenen, ook zoiets wat je altijd kwijtraakt. Paraplu's, handschoenen. Ja, of de hond gaat brillen. Ja. Ja. Dat soort dingen. En je zult wel blij zijn dat het oranje elftal eruit ligt. Nou, blij. Blij ben ik. Het kan me gewoon niet zo verschrikkelijk veel schelen. Of ze door waren gegaan of niet door waren gegaan. Het gaat me emotioneel niet aan. Maar je had toch een lezing terwijl die wedstrijd was? Ja, dat was allemaal nog wel vrij komisch. Want eerst was de lezing uitverkocht. En toen... Daarna was hij weer niet uitverkocht, omdat natuurlijk een aantal van de potentiële bezoekers hadden uitgevonden dat het precies synchroon liep met die wedstrijd van Nederland in de kwartfinale, geloof ik. Hè? Ja, dus een aantal mensen hadden het kaartje weer teruggegeven, of weet ik veel wat ze er precies mee gedaan hadden. Maar uiteindelijk bleek het toch uitverkocht te zijn. Heb jij verslag gedaan tijdens jouw lezing? Nee, dat was nou iemand die had een mail gestuurd van ja, hij wou wel komen. Maar dan moest ik elk kwartier de uitslag doorgeven. Ja, op zichzelf kan dat natuurlijk wel. Want het was al heel snel toen ik klaar was met mijn verhaal. Weet ik wel, half elf of zoiets dergelijks. Riep er direct iemand. Toen was het ook 2-2 als ik geworden. Ja, klopt. En daarna zijn we dus met strafschoppen de pineut geworden. Ja, die strafschoppen, dat is natuurlijk gewoon een soort... lood. Je kunt eens goed loodjes trekken aan het eind. Dat is in feite hetzelfde. Het komt steeds neer op strafschoppen. Nou ja, dat is een kwestie van geluk. Ja. Maar wel fijn dat we nu van allemaal dat hysterische gedoe af zijn. Ja, dat scheelt wel. En dat je ook dat je al die rare reclames op de televisie... met allemaal geschreeuw over oranje, dat je dat ook kwijt bent. Dat vind ik ook wel... Het kan weer opgeborgen worden. Ja, we kunnen weer tot rust komen. Ja, hallo, we hebben natuurlijk elke 2 jaar is het bal. Want nu krijg je weer de Europese kampioenschappen. Dat klopt. Dat klopt. Maar goed, we kunnen nog even op adem komen. Het is nog steeds zo dat het wereldvoetbal door Europese teams wordt gedomineerd. Ja. Zoveel is wel duidelijk. Ja, en ieder jaar is weer de hoop van we zijn toch wel de beste. En dat is natuurlijk het chauvinisme wat erin doorklinkt. Nederland is altijd de beste, dat weet je. Ja. Ja. Kijk dat nou toevallig die Argentijnen door ons sportief gedrag gewonnen hebben. En misschien dat het gras ook iets te kort of iets te lang was. Daar ben ik en de scheidsrechter was natuurlijk partijdig. Maar sowieso een hele slechte scheidsrechter als het echt. Die Messi gedroeg zich ook buitengewoon onsportief. Nou, kortom, natuurlijk zijn wij de beste. Maar ja, we worden vaak gedwarsboomd door kinderachtig gedoe. Hè? Dat weet je. Het is een topteam. Dan is zo'n geweldig voetbalteam geweest als dit. Maar ja, het zat even niet mee. Ja. In principe zijn wij altijd wereldkampioen. Ik heb nog even zitten kijken naar die documentaire van Meghan en Harry... die nu op Netflix staat voordat ik hier naartoe kwam. Ja, daar raak je bij mij een gevoelige snaar. Wat een godvergeten aandachtstrekkers zijn dat. Dat is toch wel de absolute limit. Dat je een hele filmserie maakt over hoe erg het is van de paparazzi... en dat ze achtervolgd worden en dat ze uit... Nou, het is verschrikkelijk en ook die gedrag van die koninklijke familie... dat deugt ook voor geen meter. En vervolgens niet waar, maar maak je voor... Als ik het goed heb gelezen, wordt 13 miljoen een Netflix-documentaire... waar geen greintje nieuws in zit. En wat gewoon pure 100% aandachtstrekkerij is. Het is hetzelfde als die bekende Nederlanders die altijd klagen over de aandacht die ze krijgen, maar die ze organiseren ze zelf. En dit is weer precies zo'n voorbeeld. Hè. Deze lui dat zijn echt gewetenloze uitbaters, niet waar, van hun eigen bekendheid. Ja, als je dit zit te kijken, dan zijn ze slachtoffer. Joh, kijk, die jongen volgens mij, dat gaat nog wel, maar die Dice, want dat is het. Hè. Het is dan ook, gaat alles maar over die moeder natuurlijk. Hè. Die,
de bekende bezuster van moeder Teresa. De geschiedenis herhaalt zich, zeggen ze. Nou ja, ja. De geschiedenis herhaalt. Hoe komt dat? Omdat ze zelf de geschiedenis herhalen. Dat zal je. Dat haalt je de koekoek. Wat een stel eikels, aandachtstrekkers. Hè? Wat een miserabel gedrag. Eerst al bij die opera, die hele poppenkast. En nu deze voor 13 miljoen, begreep ik, is dit gemaakt. Ik ben nog niet van plan er nog niet een fractie van een seconde naar te kijken. Maar ze hebben natuurlijk helemaal niet de gelegenheid om hun verhaal een keer te vertellen. En nu kunnen ze het wel een keer... Hun verhaal? We hebben God beter het al urenlang aan dat... En dan al die klachten van dat verwende zootje. Hè? Die mensen leiden een luxe bestaan eerste klas. Hè? Kijk, als het allemaal zo erg is, waarom houden ze hun kop dan niet dicht? En gaan ze niet anoniem wonen in een nette villa in Mozambique? Hè? Wat een... Nou ja, dit is echt... Dit is echt de limit van aandachtstrekkerij. En dan klagen over het feit dat je aandacht krijgt. Ze zeggen we zitten in een gouden kooi. En we hebben constant die fotograaf... Ik wil best in een gouden kooi zitten. Helemaal geen probleem. Hè? In een gouden kooi. Nou goed, kennelijk hebben ze het zelf ook in snotje. Wat een gepiep. Leid je een super deluxe bestaan. En maar piepen en zeuren. Die vervelende meid. Die Megan. Het is verschrikkelijk gewoon. Die Harry die had nog wel wat, vooral omdat die broer natuurlijk de grootste druiloor van de planeet is. Maar nee, ik vind dit echt af. En dat die aandacht die daar aan bestaat. We zitten hier nu braaf in een autootje in de Frans Halstraat over die twee godvergeten onbenullige aandachtstrekkers te praten. Laten we er maar mee ophouden. Maar nog toch even één stukje empathie nog. Snap je niet? Geen enkel. Ik heb nog niet een greintje empathie, nog niet een molecuul. Maar je snapt niet die fotograaf dat het heel vervelend is. Jij kunt je... dat kun je heel goed, maar dat kun je heel makkelijk vermijden. Wat denk je nou? Ja, maar ze hebben constante fotografen. Als jij hier toch naar buiten komt en er liggen constant fotografen hier in de bosjes, dan word je toch niet blij. Dan nee, dat kan mij aankan dat me geen bal schelen. Er zijn trouwens geen bosjes, dus ik zou wel hele kleine fotograafjes zijn om zich hier behoorlijk te verbergen. De auto, dat doet er even. Ja, dan kom je wat minder naar buiten. En sowieso, als je gewoon niks bijzonders doet, gebeurt er ook niks. He, dat die dood is gereden, heeft heel handen. Dan krijgen die paparazzi altijd de schuld. Dat is gewoon flauwekul. Ze hadden een straalbezopen chauffeur die bovendien rare middelen had geslikt en veel te hard reed met die stomme Mercedes. En die paparazzi wisten ze waar ze naartoe gingen, want ze gingen naar een bekend adres. Het is allemaal, laten we dat toch in godsnaam eens ophouden. Met al die mafketels, wereldwijde mafketels. Kanye West, de Kardashians. Dit misselijk makende echtpaar. Ik vind het iets vreselijks. En er komen nog 3 afleveringen. Hè? Ze hebben nu 3. Nou, ik kan je graag zeggen, er komen nog wel 16 afleveringen. Allemaal gevuld met onbenulligheid tot aan de snor. Het is ook van een onbenul. Hè? Oh, vreselijk gewoon. Je kunt je er echt over opwinden. Nou, ik kan me daar enorm over opwinden. Oké. En dat als je het zwijgen tot dood, die media werken er allemaal aan mee. Dat is het probleem. Ja, omdat het verkoopt. Dat is ook waarom die fotograaf dus... Misschien moeten we wel eens een paar dingen doen die niet zo verkopen. Zou dat niet aardig zijn? Nou, steek 13 miljoen in een nuttige documentaire ergens over. Ja. Hè? In plaats van over deze twee godvergeten verwende aanstellers. Vreselijk is het. En dat echt ze uit dat koningshuis zijn gestapt. Dat en die broer en die verschrikkelijke druiloorvrouw. Het is vreselijk, zo'n koninklijk huis. Hmm. Die Elisabeth die had nog wel wat. Hè? Was een soort hobbit veranderd, die had nog wel wat. Ja, maar je bent niet kritisch naar Charles en de oude koningin die overleden is. Die kunnen toch ook dingen doen die niet zo netjes zijn? Als het aan mij lag, werden alle koninklijke huizen reeds volgende week maandag om 9:00 ochtends opgeheven. He, allemaal keurige, gewone meneren die, of mevrouwen die president worden. Waar de paparazzi ook niet in de tuin liggen. Het is maar een onzin, zeg. Oké. Over idioten gesproken. In Duitsland waren er deze week dat ook behoorlijk wat idioten die daar opgepakt jongen, zijn. Jongen. Nou ja, ik krijg wel de indruk uit de media dat het geen haartje geschild heeft. Niet waar, of in Duitsland was de macht overgenomen door Adriaan de 13e of Christiaan de 13e.
Ik ben nou even vergeten hoe het zit, maar jongen, ook weer. We hadden een aandacht. Ik bedoel, wat zijn nou weer operettefiguren? Er stond zo'n foto van die man in een soort apenpak met zijn moeder. Het is echt van een... Ook weer. Ik kan er alleen om lachen. Ik kan dit absoluut niet serieus nemen. Maar het is operette. We hebben een hele week van operette achter de rug. We hebben natuurlijk ook nog de... ook een interessant onderwerp, de excuses operette, die we nu op grote schaal opvoeren. Je begrijpt, zomaar excuses heb je ook geen donder aan. Moet wel een beetje feestelijke excuses worden. Ja. Die koning moet wel een beetje opkomen dagen. Overal, Suriname, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Curaçao, Aruba, denk erom. Overal een volle dag koning. Liefst ook met leuke hoedjes, alles erbij, erop en eraan. Misschien kunnen ze nog een dansje maken met historische wortels, wie zal het zeggen. Maar laten we eerst eventjes naar die coup kijken, dan kunnen we dan naar de excuses kijken. Doe je het niet? Ja, die coup. Maar je lacht het wel weg, maar in Duitsland vinden ze het heel serieus en kunnen ze het nauwelijks geloven. Doe je het niet te makkelijk af door het weg te lachen? Nee, dat denk ik niet, maar ja, we zullen het zien. Er was er ook een mevrouw die had de sleutel van de Bondsdag. En die ja, kon ze zeker. Mensen geven. Dat is een ex-Bondsdaglid van de AFD. Ja, Birgit Malsak. Dat wordt de AFD volgens mij al in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dus dat is niks nieuws onder de zon. Nou, Berlijnse civiel... Want ze hebben deze mensen ook. Hey, je hebt een piepje nodig. Ja, dat is voor de batterij of de accu of de tanken. En dat gaat allemaal goed. De Berlijnse civiele rechter, die was tot vorig jaar parlementslid inderdaad. Die had die sleutel nog. Ja. Nou, heel erg hoor. Dan kun je daar naar binnen, kennelijk met een enkel sleutel. Is daar geen personeel in de Bondsdag of zo? Is daar geen bewaking? Moet je hier in Nederland proberen? Dan word je uitgeklopt alsof je een terrorist bent. Ja, maar waar is Duitsland nou precies aan ontsnapt? Aan flauwekul. Eigenlijk had het door moeten gaan. Dan hadden we nog eens wat kunnen beleven. Ik zou eens willen weten hoe dit gezelschap ongeregeld de Bondsdag zou hebben bestormd. Ja. Daar word ik wel een beetje lacherig van. Maar we hebben toch Amerika gezien, dat het realistisch is. Ja, maar het was een aanzienlijk omvangrijker gezelschap dan dit, als ik het goed heb. Nou, er zijn 3000 politiemensen waren op de been en ze zijn op 150 adressen binnengevallen. Ja, en hoeveel mensen zijn er gearresteerd? Een stuk of 10 of zoiets dergelijks. Ja, oké, maar goed. Nee, sorry jongen, het is in toenemende mate... wekt het nieuws mijn lachlust op. Ik heb ook in Nederland Forum voor Democratie. Ja, het spijt me. Je schijnt je er verschrikkelijke zorgen over te moeten maken. Maar ik ben daar niet toe in staat. Het is allemaal operette. Ze worden terrorismeverdachten genoemd door de Duitse overheid. Ja, als je natuurlijk de Bondsdag zou beschermen. Het Rijksdaggebouw zou bestormen. Het is wel een... Dat is wel een gebouw wat nog eens wat beleefd heeft, die Rijksdag. Ja. Maar dit leek me eigenlijk niet te serieus te nemen. Ze hadden concrete en vergevorderde plannen voor een aanval, een staatsgreep en een installatie van de noodregering. Een staatsgreep, dat is ook wel komisch. Ja, met z'n tienen of zoiets dergelijks. Ja, een staatsgreep. En er zou zelfs al nagedacht zijn over de ministers voor de verschillende posten. Dat geeft al aan niet dat ze daar kinderachtig in een kamertje hebben gezeten. En natuurlijk... De voorzitter mocht de president worden enzovoort. Het is allemaal, dit is toch op het niveau van de zaterdagmiddagclub van adolescenten. 54 verdachten en daaronder voormalige officieren van de militaire elite-eenheid. Ja, dat schijnt in Duitsland wel zorgelijk te vinden dat heel veel politiemensen en militair personeel dus ook hele rechtse gedachten heeft. Maar ja, dat is altijd zo, want daarom werken ze daar deels. Hè? En toegang tot wapens, dus ze kunnen daar wel macht uit. Toegang tot wapens, ja. Voor een staatsgreep is wel iets meer nodig dan dit. Nou ja, vergaande trainingen in militaire technieken. Ja, geweldig. Vooral die Christian leek me ook een gehard loopgravenvechter, eerlijk gezegd. Ja. Mensen hadden ook zo'n feestmuts. Nou, het is... Nee, het spijt me verschrikkelijk, maar ik vind het wel komisch hoor. Zo is het niet, maar het is toch op de... Ja, het is komisch op dezelfde wijze als, weet ik veel. Je vindt het niet gevaarlijk? Nee, het is niet gevaarlijk, nee. Oké, en dat ze dus ook georganiseerd zijn en dus inderdaad de regering omver willen... Het is toch een minimaal gezelschap van alle vergaren. Ja, maar die kunnen wel effectief zijn. Outliers. Maar wie grijpt dat tegenin als zij gek gaan doen?
Nou, gewoon de Berlijnse politie, dat lijkt me wel duidelijk. Maar als die ook op hun hand zijn? Nou, dat maar niet. Niet de hele, zoals een agent zijn die rechtse sympathieën heeft, maar de meeste politieagenten doen gewoon wat er opgedragen is. Oké. Okay. En dat dit meer zou spelen in Oost-Duitsland, waar ze toch wat sceptisch hebben over de regering? Dat is natuurlijk een patroon. Dat bestaat sinds de DDR is opgeheven. Eerst waren we allemaal euforisch en zij ook. En toen zijn ze langzaam verzuurd. En met name natuurlijk oudere DDR-burgers. Ja, die hebben natuurlijk wel een beetje het gevoel dat ze de boot gemist hebben. Eigenlijk wordt 40 jaar van je leven opgedoekt, om het maar even zo te zeggen. Ja, nee, dat verbaast me niks. Trouwens, dat in de DDR... Eenmalige DDR, moeten we natuurlijk zeggen, is het vooral een plattelandsprobleem. Kleine stedenprobleem. Omdat natuurlijk in de grote steden, in het voormalige DDR, daar gaat het prima mee. Ga naar Leipzig, ga kijken, hartstikke leuke, fijne stad. Alles opgeknapt, snel groeiende stad. Ze kunnen zelfs voetballen daar. En je weet, als je voetballer, ja, dan niet zo goed als Nederland natuurlijk, dat begrijp ik. Nee, dat is ook buiten categorie. Een club als Cambuur is het een eitje, maar... Ja, Noppert. Noppert hebben ze daar niet. Dat is de Nederlandse keeper. Die kwam zelfs in de New York Times voor. Dus, ja. Oh, kijk, stond hij daarin. Uit Jouren, volgens mij. Ja, dat was een heel verhaal over die Noppert. Ja, niemand kende hem nog. Dat hij altijd al een geniale keeper was. Maar hij wist het zelf eigenlijk niet dat hij geniaal was. Dat vind ik nog wel even iets sympathieks, toch? Van Gaal heeft hem ontdekt. Van Gaal heeft hem ontdekt, oké. Die heeft hem daaruit bij zo'n provincieclub weggetrokken. En heeft gezegd, kom maar in het elftal. Nou ja, hij blijkt een hele goede keeper te zijn geweest. Ja, maar bij de strafschoppen viel het wel tegen, hoor. Was die Argentijnse keeper. Ja, we hebben gewoon een klein beetje pech gehad. Ik bedoel, normaal gesproken waren we kampioen geworden. Maar we hebben gewoon een klein beetje... We hebben heel vaak een klein beetje pech. Ja, we hebben heel vaak pech. Misschien moeten we ook... Zit het een beetje tegen, dan worden we geen kampioen. Ja, en misschien moeten we ook een keer accepteren dat we gewoon helemaal niet zo goed zijn. Nou, dat vind ik wel... Dat kun je niet zeggen, toch? We zijn meesterlijke voetballers. We zijn een En algemeen bekend, wat zijn we de beste voetballers ter wereld? Ja. Dat is toch in Nederland ook zo'n rare ziekte. We worden altijd kampioen, we zijn altijd de beste. Altijd even bijzonder allemaal. Ja. Hey, over dat Duitsland verhaal, denk je dat dat hier in Nederland ook zou kunnen gebeuren? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Ik weet niet of we voldoende ex-hofdames hebben om iets dergelijks op touw te zetten. Of andere halve garen in de adellijke sfeer. Wie zou je moeten... Heb je iemand op het oog of zo? Nee, maar je weet natuurlijk niet wat er onder de radar allemaal speelt en broeit. En dat er iets broeit in Nederland, dat is natuurlijk een feit. Dat zie je op verschillende plekken. Er zijn mensen heel ontevreden. En misschien dat die zich... Nou ja, daar hebben we het vaak over gehad natuurlijk. En dat is een algemeen bekend feit. Ongeveer 15% van de bevolking is niet goed snik. Ja. Dus die gelooft aan QAnon en die gelooft aan de reptielen. En nou ja, die hebben allerlei andere... Wonderlijke voorstellingen. Maar dit ligt toch ook, sorry hoor, dat dit woord nu alsmaar valt. Maar dit ligt toch ook allemaal in de operettesfeer. Ja, maar het zou kunnen zijn dat natuurlijk op woensdagmiddag in Vaals een clubje mensen bij elkaar komt die hiermee voorbereidingen aan het trekken. Ja, ik zou zeggen, laat ze vooral beginnen met het provinciehuis in Maastricht te bestormen. Dat is zo groot dat je wel een paar duizend man nodig hebt om dat behoorlijk te bezetten. Ja, dan kunnen ze dan vanuit daar kunnen ze opstormen naar het noorden. Ja, nee, ik stel voor dat ze met een boot komen dan. Over de Maas? Ja, dat is aan de Maas als ik het wel heb. Ja. Veel marmer dus daar ook. Dat ze dan zo'n plezierboot huren en dan met een beetje vaart opstomen naar Noord-Nederland. Ja, nou ja, kijk, een Dion Graus zie ik daar wel leiding aan geven. Nou, het hele idee dat Dion Graus ergens leiding aan geeft, dat is op zichzelf al vrij komisch, moet ik zeggen. Ik denk dat hij zelfs geen leiding zou kunnen geven aan een dierenasiel. Oké, maar dus dat er ook in Nederland dingetjes spelen, het baart jou geen zorgen dat dit ook niet kan gebeuren? Nee, op dit punt, staatsgreep in Nederland, dat baart mij geen zorgen, nee. Oké, nee. Ik hoorde ook Marten Cruijff zeggen, wij zijn toch al anders georganiseerd ook dan in Duitsland. Dus jij ziet het in Duitsland al niet gebeuren, maar hij zegt in Nederland gebeurt het al helemaal. Nee, joh, dat is helemaal niet aan de orde. Er kunnen allerlei heel vervelende dingen gebeuren en politiek kunnen ze rare ontwikkelingen voordoen, maar die zijn toch allemaal binnen het op zichzelf, ja, aan sommige punten wrakke raamwerk van de democratie. Ja. Dit is echt flauwekul. Heeft het nog zin om moeite te doen om deze mensen die dus ontevreden zijn aan boord te halen? Om ze nou, nee, met Victor, weet je ook nog, heet die man nou toch, Xander de 13e of in Duitsland? Ja. Ja, die opgepakt werd, die gijzer, ja. Nee, dat lijkt mij niet... Die is zo gek, die ja, neemt niks nee, aan. Nee, god, ik denk dat de media, die staan natuurlijk te popelen om ook... Dan komt hier natuurlijk een mooie rechtszaak van.
En dan had hij natuurlijk allerlei gekke dingen verklaren. Dat voel je wel aan je water. Ja. Nou ja, in Amerika zijn ze ook druk bezig om toch al die lui van 6 januari om die te vervolgen en te veroordelen. Ja, er kan natuurlijk ook een rolfunctie uitgaan naar andere mensen die denken, wat een goed idee. Dat gaan wij ook doen. Ja, dat zou kunnen. En ja, nogmaals, als je er even vanuit gaat dat 15% van de bevolking niet goed snik is, dan heb je al van een reservoir. Ja. Maar of mensen bereid zijn om hun hobbykamer in Boskoop te verlaten, om dan zeker met deze gruwelijke kou een aanslag te gaan plegen op. Nou ja, waar zouden ze? Ze moeten nu wel opletten dat de Tweede Kamer verhuisd is. Hè? Dat ze niet het oude adres hebben. Ja, de eerste tijd op de Binnenhof en dan zijn ze vertrokken. Dat is ja, oké. Okay. Goed voor mensen die dan hier naar luisteren, dat idee smeden. Zoek even het goede adres op. De boeren, denk ik aan, die kunnen natuurlijk wel wat teweeg brengen met hun tractoren. Oh, die boeren, die zijn niet gek. Die boeren, die zijn, ik weet niet of je die uitkoopbedragen hebt gezien. Die zijn lang niet dat in feite is de boerenbusiness is natuurlijk een vrij grootschalige financiële business. Ja. Maar die kunnen de laatste personen die in opstand gaan organiseren zijn boeren. Want als je de Nederlandse overheid wegjaagt, dan word je niet meer uitgekocht. Dus dan. Oh, zo bedoel je. Maar ze hebben wel de macht, dat hebben we deze zomer gezien, om de boel te ontregelen. Want de politie ja, kan er niet tegen. Ja, met die trekkers. Maar dat komt vooral omdat de overheid voortdurend dacht van, oh jee, gaat vanzelf wel weer over. We kijken gewoon een tijdje de andere kant op. Hè? Doe het even voor, dames en heren. Kijk even de andere kant op. Dan gaat het vanzelf wel weg. En tenslotte bleken zo eens met Prinsjesdag die dingen prima weg te kunnen slepen, die tractoren. Oké. Okay. En maar dan over die 15%, je moet dus gewoon aannemen dat ze er zijn en je hoeft als politicus ja, niks te het doen. Het is een flexibel, het is niet precies 15%. Nee, maar uit veel onderzoek blijkt dat een aantal mensen in Nederland gewoon niet goed niks zijn. Ja, ja. Wat moet je ermee? Maar je zou kunnen zeggen dat je als politicus de ambitie hebt om die mensen ook aan boord te halen. Jij zegt dat ja, moet je dat niet kun je proberen, maar of het lukt, ik denk het niet. Want dat zijn dus, ja, dat zijn lui die afgehaakt zijn. En dan kunnen mensen om allerlei redenen afhaken en niet alle afhakers. Hoeven natuurlijk mensen te zijn die wonderlijke ideeën hebben over de reptielendictatuur, zal ik maar even zeggen. Het kan ook gewoon, ik ken alleen maar zeggen, Piet Vroon, die zei altijd, ik stem nooit. Vond het wel flauwekul. Ja, wie is dat? Ja, dat is een kennis van mij die ook. Oh, die is niet bekend. Een hoogleraar in de psychologie in Utrecht was. Hij leeft nog? Nee, Piet is al lang dood. Ja, waarom niet? Maar goed, omdat het een kennis van mij was die altijd zei dat stemmen van een flauwekul. Dan probeer je mensen nog eens uit te leggen dat dat geen flauwekul is. En dat als iedereen zou denken dat het is flauwekul, dan hebben we dus geen mensen. Dan heb je nog maar één persoon in Nederland die stemt. Dat ben ik. Op zichzelf natuurlijk een zegenrijke ontwikkeling. Maar op zichzelf is dat wel het einde van de democratie. Maar ken je mensen die behoren tot die 15% die wel nog leven? Die zeggen van nou, de regering die doet nee, niks. Nee, maar enkele malen zijn er wel mensen die met mij in gesprek willen over die wonderlijke ideeën die ze erop nahouden over hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Maar die gesprekken zijn ook zinloos. Dat is, ja, het heeft geen zin om met gekken te praten. Nee, nou, ik vind nog altijd dat voorbeeld van Floortje Dessing heb ik jou volgens mij een keer verteld. Dat haar broer, die familieruzie hebben, omdat die broer bij de... Je voelt ook wel hoe dat komt. Ja, voor de mensen die broer zit bij de... Floortje Dessing zijn, die Floortje Dessing is wereldberoemd. Echt letterlijk wereldberoemd. Die wordt, waar ze ook in de bergen van Patagonië tevoorschijn komt, wordt ze met gejuich ingehaald. En zo'n broer, die heeft zich natuurlijk zijn hele leven als de verliezer gezien. Ja, die zit bij Forum voor Democratie voor de Duik, in de Eerste Kamer. Mijn zuster is beroemd. Dat is natuurlijk een rampzalige toestand. Als je zelf ook ambities hebt. Hij is kennelijk dus niet trots op zijn zuster. Hij is jaloers op zijn zuster. En dus denkt hij, wat kan ik in godsnaam doen om ook aandacht te trekken? Ja, aandacht, dat is het. In deze wereld is aandacht het fijnste wat je kunt hebben. Ja, en dus geeft hij nu leiding aan de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie. En dat is natuurlijk het hele andere uitgestrekt. Is daar nog iets van over? Ik bedoel, is hij daar eens eentje of zo? Of zijn er nog twee? Zitten er niet meer veel? Nee. Dus dat zal wel ook tijdens de komende verkiezingen zal daar wel gehakt van gemaakt worden. Ik denk dat die stem allemaal naar, hoe heet dat, jaar 21 gaat. Ja. Of naar de BBB. Nou, precies dat laatste denk ik. We hebben natuurlijk elke 4 jaar zo'n nieuwe paddenstoel in de tuin. Ja, en nu zit de BBB-mevrouw. Ja, dat is nu de BBB-mevrouw. Ik ben heel benieuwd wie het over 4 jaar is.
Want de BBB-mevrouw heeft natuurlijk ook weer zo'n fractie met nou ja, vol met mensen, aantal strekkers, broeren van bekende personen. Gekkies, waar je 12, niet op kunt bouwen. 13, hoe is het ook alweer, 12 ambachten, 13 ongelukken. Mensen die proberen nog iets van hun leven te bakken door. Ja, ik herinner mij altijd, dat was ten tijde van die reusachtige overwinning van Forum bij Provinciale Staten de laatste maal. En toen was voor de media, werd er een interviewtje gedaan met de nieuwe fractie van die dan Forum zou gaan vertegenwoordigen in de Flevopolder. En dat was al een vrij komische vertoning. Ja, en mensen werden van, wat gaat u nou doen? Wat is zo uw programma? Nou, ze hadden eigenlijk niet de flauwste idee. Er stond een groepje bedremmelde randenbielen bij elkaar. Nou ja, het zal ook voor ongetwijfeld niet veel van terechtgekomen zijn. Heb je in het land, als je spreekt, ook wel eens dat daar mensen van rechts komaf naartoe komen nee, te discussiëren? Nee, dat is natuurlijk het probleem is van spreken in het land. Sowieso het probleem van spreken is dat je altijd voor eigen parochie preekt. Hè? Dus daar komen fans naartoe? Mensen ja, daar gaan geen atheïsten naar de dominee luisteren zondag. Hè? Die geloven het verder wel. Het heeft weinig zin om als atheïst achter in de zaal te gaan zitten en te roepen van... God bestaat niet. Hé, jij bestaat. Nou, dat heeft geen zin. Als je lekker wil ergeren of een keer ergens de beuk in wil gooien, kan dat wel. Ja, dat zou je kunnen. Dan zouden PVV'ers zouden dus bij wijze van spreken naar mij kunnen komen luisteren. Dat gebeurt waar niet. Was ik gisteren, Ulft. Ja. Maar dat is nog leuk zaaltje trouwens. Ja? Okay. Ja, leuk. Okay. Precies het ideale theaterzaaltje. Zo'n 400 man, vlakke vloertheater. Prima de luxe. Oké, 400, dat vind je een goed aantal. Ja, vind ik een mooi aantal, ja. 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 En ik moet zeggen dat het is, ik heb volgens mij al een keer eerder hebben het erover gehad. Volgens mij door de podcast trek ik ook wel een tikkeltje ander publiek. Meer jongeren, dat, denk ik. Ja, dan. Precies, ja. Meer jongeren. Ja, dan luisteren veel studenten. Ik heb toch al een hele stapel met allemaal mensen die zich hebben aangemeld om voor jou chauffeur te willen spelen. En, zo, zo, zo. En sommigen doen inderdaad een pak aan en een muts op of een pet op. Dat hoeft bij mij niet. Ik vind het ontzettend sympathiek dat zij zich aanbieden. Maar ik heb een geweldige chauffeur en ik heb een geweldige remplaçant chauffeur. Dus voorlopig, we houden deze lijsten in de map, maar voorlopig heb ik ze niet nodig. En er is ook nog iemand die vroeg, ja, u zegt dat de persoon vooral rustig moet rijden. Moet ik dan ook een soort van examen doen voordat ik toegelaten word? Nou, dat hoeft niet. Ik ga gewoon in het geval dat, theoretisch is dit... Ja, dan maak je een ritje en je merkt onmiddellijk of iemand rustig kan rijden, ja of nee. Je hebt je boel, ja, ga, dat weet je zelf. Als je op de web deelneemt aan het Nederlandse verkeer, dat ook daar geldt, wat zal het zijn, een procent of 10, niet goed snikken is. Nee. Niet waar je s'avonds voorbij komt met 160 of zo, of van die lui die met enorme snelheid passeren en dan 100 meter verder de afslag nemen. Mensen die met gigantische snelheden op rode stoplichten aanrijden. En dan op het laatste moment volop op de rem. Dat je ook denkt, wat een zonderlinge mensen heb okay, je toch. Dus als je dat allemaal doet, hoef je niet te reageren? Nee, dan hoef je echt niet te reageren. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat als de Nederlandse automobilisten allemaal, om wat voor geheimzinnige reden dan ook, iets meer zouden letten op zuinig rijden. Ik schat dat je heel hard 20% zou kunnen bezuinigen op het totale benzinegebruik in Nederland. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, het schijnt ook dat je je banden goed moet oppompen en dat soort dingen. Ja, dat is wel, je moet wel even dat metertje letten, dat is wel waar. Heel irritant. Ik vind het enorm vervelend om die dingen op te pompen. Maar... Moet je naar zo'n tankstation, moet je op zo'n ding... Ja, precies. En ja. 1,8 ja. En dan moet je dat ding erop zetten. Nou, 1,8 is niet veel. Ik heb 2,5. 2,5, ja. Het ligt aan hoeveel mensen je in de auto hebt zitten, volgens mij. Nee, het is altijd 2,5. Ja, bij iedere auto. Ja, dat metertje bij mij is zo gevoelig. Dat dus als het 2,3 is, dan gaat die al branden. Ja. En ik heb hier het merkwaardige verschijnsel. Dan ga je rijden, waardoor die banden warmer worden. Spanning oploopt, dan gaat het lampje weer uit. Ja. Maar dan moet je toch eigenlijk... En dit doe je allemaal zelf, dit laat je niet doen. Nee joh, ik word ook altijd bij geholpen door allerlei vriendelijke mensen. Want je moet een 50 cent erin gooien en voor je het weet is die stilt weer op bij die limiet die je hebt. Want je moet dan binnen 5 minuten die hebben. Ja, vreselijk. En dan moet je die dingetjes eraf draaien, joh. Hou erover. Schrikkelijk. Laten we dan even iets anders doen. De excuses nog, want dat vond je ook een operette. Ja, wat een operette is dat ook geworden. Ja, het is verschrikkelijk dat ik eigenlijk een groot deel van het wereldnieuws...
dat ik daar een beetje lacherig van word. Ja, ik dacht, zou er nog iets serieus zijn? Maar wat vond je hier lacherig aan dan? Want die mensen die dat aangaat, vinden dit heel serieus. Ja, die vinden het ontzettend serieus. En daarom vind ik ook al die klachten. Het moet ook op een bepaalde dag en op een bepaalde manier. En de witte man moeten doen? Die weerwind, die willen ze al helemaal niet zien. Dat is een van ons, zeggen ze. Ja, precies. Iemand die zelf zwart is, dat, nou ja, volgens mij is die helemaal niet zwart. Nou, dan hebben we weer dat gedoe van wat zwart eigenlijk is. Maar goed, de weerwind, is, daar zijn ze niet tevreden mee. Dus ze willen de koning. Maar dat is op zich wel te snappen, toch? Dat je niet iemand van zeg maar, van je denkt, die hoort bij ons. Dat maakt het uit. Ik bedoel, het is een helemaal symbolische exercitie waarbij Weerwind in dit geval niet waar de opdracht heeft namens de Nederlandse natie excuses te maken. En als stuurden ze jou of mij, het gaat erom dat ik op dat moment de symbolische figuur ben die excuses maakt namens de Nederlandse natie. Ja, ik zag jouw naam wel genoemd worden. Van kunnen we Maarten Verrosman niet sturen naar die eilanden? Ja, kijk, dat is een geweldig idee natuurlijk. En dat zou ik uitleggen dat ik er helemaal geen voorstander van ben. En dat het heel wat nuttiger is om ons geld en aandacht te geven aan discriminatie nu. Of zelfs slavernij. Dat heet niet meer zo, maar we weten allemaal Qatar. Dat op tal van plaatsen in de wereld natuurlijk sprake is van moderne slavernij. Laten we daar godsnaam iets aan doen. Ja. Ja. En die datum, dat daar dus discussie over is, dat ze zeggen 19 december, dat is niet de goede datum. Ja, ik over die data, dat is net als met Sinterklaas. Moet je dat nou op 4 december, Sinterklaasavond, of is juist 5 december al Sinterklaasavond? Is hij eigenlijk 6 december jarig? Hoe zit dat eigenlijk? Ja. Je weet dat de kerstman, de Engelse kerstman, dat precies dezelfde figuur is. Ik heb ook nooit goed begrepen waarom dat de maand is opgeschoven. En ik vind het wel vrij kwalijk toch dat steeds meer mensen dus aandacht besteden aan de kerstviering. En dan dus niet de kerstviering in religieuze zin, de geboorte van de Heer Jezus. Nee, de kerstviering in de zin van dat je met zo'n glitterjurk aan op de tafel met de tafelgril bezig moet gaan en maar dat soort van dingen. En dat ook, dat trof mij onmiddellijk eigenlijk dat een van die eetbedrijven, een van die eetwinkels ook weer zo'n reclame had met een portie sneeuw zoals er alleen in Manitoba ligt. Hè? Dan denk je van, er is in Nederland al een kwart eeuw niet zo'n pak sneeuw gevallen. Nou, nu nog in het zuiden, deze week. Ja, maar het smolt meteen weg. Dat is waar. Dus wat mij irriteert is dat die hele iconografie van de Angelsaksische kerstmis, dat wij daar hier ook op getrakteerd worden. Met Jingle Bell en die godvergeten rendieren met die stomme koppen. Dan heb ik nog liever de paard van Sinterklaas toch. Hè? Die bovendien over de dakrand kan lopen. Nou kom daar eens op met een rendier. Maar dit is wel wat gezelligs natuurlijk. En bovendien die kerstman, die is dus die is alfabetisch gestoord. Die kan alleen ho 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 roepen. Nee, je kunt een stuk beter. Ik vind die Sinterklaas stukken beter. Ja, dus jij vindt het te gemakzuchtig dat we dat hebben overgenomen. We moeten onze eigen draai aan geven. Ja, ik vind dat eigenlijk vrij kwalijk, die iconografie van het Engelse en Amerikaanse kerstmis. Wat stel je dan voor? Dat wij alles concentreren op Sinterklaas. En met kerstmis kun je wat mij betreft best een kerstliedje zingen of een kerstverhaal voorlezen. Dat mag. Maar ik wil niet getroffen worden door dat, nou ja, door dat Amerikaanse sentimentalisme bij de kerstmis. Oké. En nog eventjes over de Rutte, over die excuses. Hè. Die zei van, ja, dit is pas voorbij als de laatste mens in Nederland niet meer gediscrimineerd wordt. Daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Nou, dan moet ik zeggen dat de laatste mens in Nederland niet meer gediscrimineerd wordt. Daar zijn twee theoretische oplossingen voor. Namelijk dat er niemand meer woont in Nederland. Dat is een mogelijkheid natuurlijk, want dan kun je ook niemand meer discrimineren. En er is natuurlijk de mogelijkheid dat we allemaal een kloon zijn van één oorspronkelijke persoon. Ja. Maar zelfs dan, ik weet niet of dat bij eeneiige tweelingen is. Denk je dat bij eeneiige tweelingen wel eens één van de tweelingen wordt gediscrimineerd door de ander of niet? Dat zou best kunnen, ja. Dat is theoretisch mogelijk. Dan in dat geval is er dus maar één theoretische oplossing voor dit probleem. Namelijk dat Nederland volledig vrij wordt gemaakt van menselijke bewoners. Oké, dus grote lulkoek van Rutte. Ja, dit lijkt mij typisch iets dat waar de historicus Rutte zich eigenlijk voor zou moeten schamen. Want daar heeft hij natuurlijk geen moment over nagedacht, dat begrijp je wel. Nee. En het is natuurlijk politiek correct om te zeggen dat we het volledig gaan uitroeien. Ja. Elke vorm van discriminatie. Want er wordt in elke familie voortdurend gediscrimineerd, toch? Ja.
Hij zit natuurlijk in het katshuis met die mensen te praten, dus hij komt naar buiten. Hij moet natuurlijk iets vertellen. Hij gaat hier dat hij alles beter gaat maken. Ja. Paradijs op aarde gaat creëren. Ah. En vond je, heb je nog die mevrouw gehoord die een vergelijk maakte met het uitruimen van de vaatwasser? En als je dat niet goed doet en je biedt daar je excuses voor aan, maar je vrouw zegt bijvoorbeeld, ja, je meent het helemaal niet. Of je zegt het heel lacherig, dat die excuses dan niet goed zijn. En dat vergelijk, dat bracht zij in. Dus het moet wel uit het hart, uit de bodem, precies, van de bodem van het hart komen. Intrinsiek gemotiveerd. Dan vind ik wel dat we weer in het eerst eens moeten onderwerpen aan een aantal hele strakke psychologische tests. Maar die gaat het dus niet doen. Die mag het niet doen, nee, toch? Nee, die gaat het toch niet doen. Ze willen hem toch niet? En nu gaat Alexander dan? Ik heb daar nog niet gehoord dat hij gaat. Rutte zou het... Volgens mij hebben ze bedacht... Rutte doet het op 19 december hier in Den Haag. En dan gaan de ministers volgens mij... en al die staatssecretarissen... die gaan daarna naar de eilanden toe... om te kijken van hoe kunnen we nou de excuses hier vormgeven. Ja. Dan moet je ook op elk waddeneiland apart excuses aanbieden. Ik heb geen idee. Ja, dit is dus ook ontspoord in. Het is een farce geworden. Hè? Ja. Maar je zit ook Het is een toneelstukje. Je kunt er zo een hele leuke novelle over schrijven. Ja, maar je zegt dus eigenlijk van jongens, ga eens wat serieus doen. Want dit is niet van topprioriteit. Er zijn grotere problemen aan te pakken. Nee, het is een typisch Nederlands probleem, toch? Ja. Ja. Het is Matthijs van Nieuwkerk. De excuses. Het is een stapeling van operetteachtige situaties. Oké. Nou ja, misschien vinden de mensen Matthijs van Nieuwkerk wel heel erg. Dat ik heb geen idee. Het is alweer overgewaaid, hè? Nou, het is vervelend en het moet onderzocht worden. Maar oké, ook dat is iets wat waarschijnlijk de boze chef, de chef die eigenlijk op zijn tenen loopt, die het eigenlijk niet helemaal aan kan, die wel goed is, maar de echte greep die niet in zijn hoofd heeft zitten. Ik sprak vorige week een redacteur die dat dus heeft meegemaakt bij de Wereld Draait Door. Die is ook weggegaan omdat hij het niet... Hij hield het niet vol en hij zegt, ik heb dat stuk wel als helend ervaren. Oh, nou ja, kijk, ook een soort excuses eigenlijk. Ja, dat is ook, zou je het kunnen zeggen, ja. Aha, nou ja, hij is in ieder geval weggegaan, dat viert hem. Hij is niet blijven zitten. Ja, hij is daarna weer teruggevraagd door Matthijs. Je hebt die wonderlijke arbeidsomstandigheden bij de media. Namelijk al die kortlopende contractjes. Ja. Dus Matthijs van Nieuwkerk die met zo'n voedelpoppetje hier zit. Dat jij met dat water aan het knoeien bent. Ja, dat is het. Ja. Het ligt allemaal aan Matthijs. Want Matthijs zit nu in een boerderijtje in het oosten van het land. Hè? Als een kluizenaar, begreep ik. Ik hoop dat hij een fijn uitzicht heeft. Dat hij nog eens nadenkt over zichzelf. Altijd nuttig natuurlijk. Denk je dat hij terugkomt? Ik vermoed van wel. Ja, na enig. En, ja, ik denk dat hij op een goed moment wel weer, zij via de achterdeur, als adviseur bij een programma, je kunt je er van alles bij voorstellen. Omdat natuurlijk iedereen zei dat hij weliswaar een geweldige programmamaker was, maar vaak slecht gehumeurd. Ja, geweldige presentator. Oké. We hebben natuurlijk over die hele talkshow-presentatie hebben we natuurlijk al allerlei kletsverhalen gehoord. Dat gelul, dat duurt nou toch al jaren wie dat het beste doet. En hoe moeilijk het eigenlijk wel niet is om gewoon een gesprek te voeren met 6 mensen die niet randebiel zijn aan een tafel. En nou ja, dat het nog niet meevalt om met zo'n zanger, nou ja, enzovoort. Allemaal een beetje... hebben we toch ook al wel eens gezegd dat als de media ergens aan leiden, dan is het aan een zelfoverschatting. Ja. Dinsdag is de live podcast. Er zijn ook mensen die zich afvragen of je naast Amerika nog iets kunt vertellen over het afgelopen jaar. Of je daar nog wat hoogtepunten uit kunt. Een soort op die manier wordt het een soort oud jaar. God, ja. Moet ik me herinneren wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Ja, mensen kunnen even wat dingen insturen en dan kunnen we daar even wat dingen van aanstippen. Dus als ze een leuk ideetje hebben. Hè? Liever niets over Harry en zijn echtgenote. Gaan we niets over zeggen. Hebben we al gedaan nu, hè? Misschien kunt u in principe elke vorm van mededeling over koninklijke huizen, bekende Nederlanders, bekende wereldburgers vermijden. Behalve wanneer ze daadwerkelijk iets gepresteerd hebben wat van belang is. Ja. En het gekke is, hoe beroemder ze zijn, hoe minder ze gepresteerd hebben. Ja. Die Harry en die Meghan hebben nooit iets van enige betekenis gepresteerd. Nou, ze zullen zelf zeggen, we hebben in ontwikkelingslanden hebben we werk gedaan. Hè? Net zoals Lady Di zelf. Ja, dat kan ik ook, ja. Aangevlogen met zo'n Learjet en dan met 2 met een auto-escorte. Kom op.
Kom op, joh, dat is een heel ander leven dan normale mensen leiden. En vergeet niet kaartjes te bestellen als je er nog bij wil zijn bij de live podcast dinsdag aanstaande in Utrecht. Heel graag tot dan. Het linkje in de show notes. Wat een stel eikels, aandachtstrekkers. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn, moet dit veranderd worden. Want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. We hebben met z'n allen een chronisch tekort aan slaap en dat zorgt voor veel conflicten thuis, maar zeker ook op het werk. Met een paar simpele stappen kunnen we dat verhelpen en zorgen we dus voor een betere verstandhouding met vrienden en collega's. Julian van Somnox is daar elke dag mee bezig en heeft een paar concrete tips die je vandaag gelijk al kunt toepassen. Het gesprek dat ik met hem had, vind je via de link in de show notes.